Hallo, ik ben Marie-Alix van den Abele. Ik werk bij de Vlaamse overheid, bij het Agentschap voor Natuur en Bos. Ik heb biologie gestudeerd, optie dierkunde, hier aan de Universiteit in Gent. Daarna heb ik nog een specialisatiejaar milieusanering gedaan. Na mijn studies ben ik aan de slag gegaan bij een studiebureau. Daar heb ik gewerkt op het thema van milieueffectrapportage. En daar heb ik mij gespecialiseerd in de discipline fauna en flora. Dus alles wat te maken heeft met natuur. Na mijn jaren bij het studiebureau ben ik aan de slag gegaan bij de Vlaamse overheid, de Agentschap voor Natuur en Bos. Daar werk ik nu ondertussen anderhalf jaar. Ik werk daar specifiek op het thema abiotiek. Nu, abiotiek is heel ruim. Wat is abiotiek? Dat is het niet levende deel van het ecosysteem. Dus dat gaat over water, lucht, bodem. En die zaken zijn natuurlijk ook heel erg bepalend voor de toestand van een ecosysteem. Als we bijvoorbeeld denken aan verdroging, als de grondwaterstand te laag is, kunnen bepaalde vegetaties niet goed ontwikkelen en soorten die daarvan afhankelijk zijn ook niet. Dus heel specifiek werk ik op die milieudrukken en de effecten die die veroorzaken. Wij zijn bezig met de opmaak van een aantal handleidingen om die effecten te beschrijven en te begroten. Om eigenlijk te kunnen nagaan of dat bepaalde plannen of projecten kunnen toegelaten worden. Of als ze de natuurontwikkeling niet te veel in het gedrang brengen. Nu, voorbeelden van belangrijke milieudrukken vandaag zijn verzuring en vermesting en ook verdroging. Nu heel kort, als we spreken over verzuring en vermesting, zijn dat eigenlijk louter chemische processen. Heel belangrijk daarin is de bodemchemie. Het is natuurlijk heel belangrijk om die basisprocessen goed te kunnen begrijpen, om die effecten te kunnen inschatten en te beoordelen. Als we bijvoorbeeld spreken over verzuring, dan spreken we over de verzurende stoffen ammoniak, stikstofoxide, zwaveldioxide. En die tasten eigenlijk het zuurbufferend vermogen van de bodem aan. Dus het is al heel belangrijk om te weten wat is het zuurbufferend vermogen en wat is de invloed als de verzuring verder toeneemt. Nu, verzuring is een toename van protonen. Die worden in eerste instantie gebonden in de bodem. Maar als er nog meer toevoer is van protonen, dan gaan we bijvoorbeeld uitloging krijgen van bepaalde stoffen die essentieel zijn voor de plantengroei. Als de verzuring nog verder toeneemt, gaan we eigenlijk echt te maken hebben met vergiftiging van de bodem. Omdat we dan ook uitloging gaan krijgen van zware metalen bijvoorbeeld. Dus om die processen te begrijpen, moeten we eigenlijk ook wel een inzicht hebben in de basisprocessen van bodemchemie. Hetzelfde verhaal met vermesting. Wat is vermesting? Het is een toevoer van nutriënten naar lucht, bodem of water. En dan hebben we eigenlijk een verstoring van de biochemische processen, namelijk de stikstofcyclus en de fosforcyclus. Dat zijn twee heel belangrijke cycli. Als die verstoord geraken, gaan bijvoorbeeld stikstofminnende planten veel sneller toenemen in volume. Dan gaat de biodiversiteit dalen. Dus dat is eigenlijk een loutere verstoring van die twee natuurlijke processen. Dus eigenlijk twee drukken die ik even toelicht om aan te duiden dat eigenlijk die basisprocessen van chemie heel belangrijk zijn om toch mee te krijgen, om verder inzicht te krijgen hierin.